beteugeling van het water tussen 1500 en 1700. In de 16e eeuw waren er nog regelmatig stormvloeden. En was Alkmaar maar al rond 1520 al een kenniscentrum voor de molenbouw. De schout van Alkmaar, Willem Janszoon van Nijenburg, en zijn broer Jan Janszoon, onder meer schout van Langedijk, zagen grote mogelijkheden in landaanwinning. Nabij Warmehuizen werden tussen 1546 en 1631 9 meren drooggemaakt. In het Geestmerambacht ontdekte men hoe het droogmaken het beste kon verlopen. Op Dam en Hensbroek werden al 150 jaar regelmatig door het water geteisterd, vooral vanuit de woeste Wogmeer. Vanwege de diepte van de Wogmeer werd daar voor het eerst een systeem van getrapte bemaling van kolk naar ringvaart gehanteerd. Bedong dat de wegen en vaarten richting de stad werden afgebogen. Op marktdagen kon het erg druk zijn in het gebied rond de rode huisjes op de kaart. Daar waren 3 verschillende waterpijlen zichtbaar.